Slechts twee weken na de feestelijke opening van haar Brasserie Casa Hazes in het zonnige Spanje lijkt Rachel Hazes al geconfronteerd te worden met onverwachte strubbelingen. Volgens bronnen uit Torremolinos, gedeeld met shownieuws, zou er sprake zijn van oneenigheid, en de oorzaak ligt naar verluid bij niemand minder dan Annemarie, de moeder van Monique Westenberg. Het lijkt erop dat Annemarie, die een aanzienlijk deel van het jaar in het Spaanse paradijs doorbrengt, de sfeer aanzienlijk beïnvloedt. De bekende spanning tussen Monique en Rachel, die geen beste vriendinnen zijn, zou de reden zijn waarom de lokale buren weinig enthousiast zijn over de brasserie. De uitgebreide vriendenkring van Annemarie schijnt ervoor te zorgen dat Rachel als nieuwe buurvrouw niet bepaald met open armen wordt ontvangen. Bovendien lijkt het merendeel van de Nederlandse gemeenschap in Torremolino zich aan te sluiten bij Team Monique, waardoor de situatie nog complexer wordt. Rachel nam de brasserie over van Melanie Beense, een Nederlandse die eerder de scepter zwaaide over de zaak. In een gesprek met Shownieuws had Melanie aangegeven dat ze het nieuwe personeel gedurende een maand zou inwerken. Echter, na twee weken is Melanie niet meer aanwezig. Volgens berichten heeft Patty hierover gesproken en bij navraag bij Casa Hazes kon het personeel geen duidelijkheid verschaffen over haar huidige status. Opvallend genoeg was Melanie zelf ook niet bereikbaar voor commentaar. De onverwachte wendingen in dit verhaal werpen een schaduw over Rachels recente onderneming. Met Brasserie Casa Hazes opende ze begin februari haar deuren, waarbij op het menu zelfs Rachels kroketten prijken, wellicht als knipoog naar de bijnaam gecremeerde kroket die juist vlogger Yvonne Koldeweyer voor haar gebruikt. De situatie lijkt zich te ontwikkelen tot een intrigerend hoofdstuk in het Spaanse avontuur van Rachel Hazes.